De allerlaatste video uit deze reeks, daarmee sluiten we 60 jaar Nederlandse geschiedenis af. En dat doen we uh, door te kijken naar een nieuwe economische crisis, de kredietcrisis die in 2008 zal uitbreken. Ja, en tot 2008 kent Nederland een periode van grote economische bloei. He, dus uh, na de crisis van de jaren 80 krabbelt de Nederlandse economie weer op. En uh, de jaren 90 en het de, de eerste decennium van de 21ste eeuw zorgen voor grote economische bloei. Maar ja, als het dan in Amerika misgaat, hè, als, als daar blijkt dat uh, er gerommeld is met hypotheken op een schandalige manier, dat de banken daar allerlei rare producten hebben verkeer, proberen te verkopen aan de gewone mensen. Ja. Dan zorgt dat voor een heleboel gedoe in Amerika. De huizenmarkt stort in. Dat zorgt voor faillissementen bij grote Amerikaanse banken. En dan komt de globalisering weer om de hoek. Kijk, alles is met elkaar verbonden. Uh, als daar banken vallen, dan komen banken hier ook in de problemen. En uiteindelijk leidt dat dus tot een wereldwijde economische crisis. En dan zie je dus dat, dat Nederlandse banken, dat die door de staat gered moeten worden. Hè. Van, van, van uh, belastinggeld moeten die genationaliseerd worden. Daar gaan miljarden euro's naartoe. Terwijl tegelijkertijd eh, mensen ook heel veel van die crisis merken. Hè. Die, die, die raken hun baan kwijt. Of die moeten eh, worden gedwongen om een huis te koop te zetten en dergelijke. Oftewel, grote crisis. En dan zie je dus dat de tegenstellingen die er al waren. Hè, die polarisatie, ja die wordt even weer extreem duidelijk gemaakt. En die polarisatie gaat nog steeds om dezelfde punten. Want er is een groeiende kroof tussen arm en rijk. En een veelgehoord sentiment is dat het juist de rijken zijn, hè, die beurshandelaren, die bankiers die voor deze crisis gezorgd hebben, waar nu de gewone man het slachtoffer van is. En sterker nog, ook nog voor op moet draaien, want uh, wij moeten extra belasting betalen en ons belastinggeld wordt besteed om het gedrag van die bankiers een beetje goed te maken en om die banken te redden. Ja, en de politiek doet dus ook niet genoeg voor de gewone man. Hè. Die, die zijn er alleen maar voor de gevestigde orde. En wij worden niet gehoord, dat sentiment, hè, die kloof tussen uh, politiek en burger, dat komt nu ook weer naar voren. En ook die discussie over meer of minder Europa, dat, dat komt ook weer naar voren. Hè. Hoe moet die Europese Unie nou functioneren? Want, uh, zeggen tegenstanders van die Europese Unie, nu moeten wij ineens gaan betalen voor uh, de problemen die de Grieken in hun economie hebben en de Italianen in hun economie hebben. Ze moeten het zelf maar oplossen. Waarom moet Nederlands belastinggeld besteed worden aan Griekse problemen? Dat is een sentiment dat je heel veel hoort. Ja, en die discussie over de islam en de multiculturele samenleving, die bleef gewoon voortbestaan. En ja, je hoort dus ook wel weer heel veel mensen zeggen: van ja, goh, was Pim Fortuyn er nog maar voor geweest? Was hij niet vermoord? Dan had het land er heel anders uitgezien. Dat soort sentimenten komen heel veel voorbij. En sentiment is hier ook echt het juiste woord. Het gaat over een gevoel, over hoe mensen de werkelijkheid beleven. Want als je tegelijkertijd gaat kijken naar die werkelijkheid, en er worden allerlei onderzoeken ook nagedaan, dan behoort Nederland aan het begin van de 21ste eeuw nog altijd tot de welvarendste, gelukkigste en meest gelijkwaardige landen ter wereld. Nou, dat zien we hier in deze grafiek ook terugkomen. Dit is een uh, onderzoek uit 2015, maar dat zien we in de jaren ervoor en daarna ook steeds. We scoren uh, behoorlijk goed op allerlei vlakken nog steeds. En dat is natuurlijk heel erg raar, want aan de ene kant lijkt er dus heel veel onvrede te zijn, hè, waar de media op focust, waar ook uh, op social media heel veel over gediscussieerd wordt. Maar als je het mij persoonlijk vraagt, uh, ja, dan kan er heel veel beter in dit land. En dan hebben we ook echt wel grote problemen. Maar dat zijn niet de problemen die we op de vorige dia zagen. Dan denk ik meer aan het klimaat bijvoorbeeld. En dan denk ik ook wel aan die verdeling tussen arm en rijk. Um, maar. We hebben veel problemen, maar als je het mij vraagt, er is geen land ter wereld waar ik denk ik nog steeds liever zou wonen dan in Nederland. Want we hebben het hier gewoon met z'n allen hartstikke goed. En ik denk dat we vooral ook samen moeten kijken naar wat we allemaal goed doen en wat we allemaal hebben. En dat we eens dus wat minder uh, naar elkaars verschillen moeten gaan kijken. Maar goed, dat zijn even wat stichtelijke woorden van mij op het einde. Hoef je verder niks mee te doen. Ik wens je veel succes met je schoolexamen, met je eindexamen of wat dan ook. Doei!